Hoe vraag ik een EID aan? De aanvraag is tegenwoordig gedecentraliseerd. U hoeft zich niet meer per se naar het CBB aan de Jagannath Lakshmanstraat te wenden. Thans kunt u gewoon naar het Bureau voor Burgerzaken gaan bij u in de buurt. Wat heeft u nodig? U dient zich bij het loket voor de aanvraag van de EID alleen met uw oude ID-kaart aan te melden. Een uittreksel is nu overbodig. Bij het loket worden uw gegevens geverifieerd, waarna u ook de gelegenheid krijgt om uw gegevens zelf te controleren. Vervolgens wordt er ter plaatse een foto van u gemaakt. Uw handtekening wordt hierna digitaal opgenomen en de vingerafdrukken van al uw 10 vingers worden gescand. Let wel, al deze gegevens worden digitaal opgeslagen. Na al deze handelingen krijgt u een formulier als bewijs van aanvraag, oftewel de enrollment. Dit bewijs is ook nodig om uw nieuwe EID af te halen, want binnen 30 dagen wordt u gecontact dat uw EID af is en dat u het kunt afhalen.